Ja, mijn naam is Pier Vellinga. Ik ben geboren in Nijlân. Dat ken je misschien wel. Ik uit hier Saisbeen. De tweede van mijn boer worden. Hier in Frankrijk, want de boerderij wie al voort. Noor in Nijlân, maar die is nu leraar op het Norwind College in Ljouwert, Sjoerd. Ik heb twee broers die wennen hier in Heerenveen, die winnen veearts. Ik weet niet of je ze kennen, Klaas Vellinga, de meesten in de buurt misschien wel, in Okke. Nou, ik ben al vrij jong de wereld doorgegaan. Ik heb in Delft weg- en waterbouw gestudeerd. Ik ga nu maar over op Nederlands. Dat is voor mij iets makkelijker. Maar dan weet je dat ik het nog een beetje spreken kan. En dat ik je mee verstaan kan, hè, om je onderling nog even wat te vertellen. Hè. Maar ja, in Delft weg en waterbouw, ik weer nogal begonnen met die stormvloed toen in 1953, waarin ik refugees uit Zeeland. Wat zijn jou? Nederlands. In Nederlands, ja. Ik was nogal begaan met die stormvloed in 1953. Toen hadden we ook watervluchtelingen uit Zeeland bij ons in de boerderij. En dat is me bijgebleven. Zo van dat leek me een hele mooie maatschappelijke taak om Nederland veilig te maken. Maar zo eind 70er jaren was het Deltaplan klaar. En toen waren eigenlijk ook de eerste berichten over massale zeespiegelstijging door het smelten van Antarctica. En toen ben ik vanuit het waterloopkundig laboratorium steeds meer gaan verdiepen in klimaatverandering. En ik vond dat is al 35 jaar geleden, nogal ernstig. En ben me daar verder in gaan verdiepen, hoogleraar geworden op dat gebied. En me vooral altijd bemoeid met fossiele brandstoffen. Want dat is verreweg het lastigste probleem bij klimaatverandering. Nu daar wat tekening blijft komen, heb ik ook toch weer eens nader gekeken naar de landbouw. En wat betekent dat nou? En dat is geen gemakkelijk nieuws, zal ik u vertellen. Maar ja, iedere uitdaging heeft ook weer zijn kansen. En ik hoop ook dat we vanavond de nadruk kunnen leggen op de kansen. De lat in Parijs, door Parijs, die wordt wel behoorlijk hoog gelegd. Ik ga het hebben, 5 stukjes, dat klimaat verandert. Menselijke activiteiten zijn de oorzaak. Wat is in de Parijs afgesproken en gaat dat lukken? Een klein stukje over die energietransitie. Eigenlijk ook als voorbeeld voor de transitie waar waarschijnlijk ook landbouw en voedsel aan moeten geloven. Dan nog een stukje over de effecten van klimaatverandering op de landbouw. En die zijn helemaal niet zo slecht. En dan die transitie. Waar gaan we naartoe met z'n allen als we klimaatneutraal willen zijn? Nou ja, dat de temperatuur stijgt hoef ik u niet te vertellen. Al een paar jaar weer records gebroken. Het gaat in horten en stoten, omdat er ook een natuurlijke variatie in zit. En daarbovenop zit die steeds wat langzamer wordende deken. Het temperatuur ook in Nederland is al bijna 2 graden hoger. Want in het noordelijk halfrond gaat dat wat sneller dan wereldwijd gemiddeld. Het regent ook behoorlijk harder. Toen ik op school zat leerden we nog 78 centimeter. Ja, nu zit je op rond 90 centimeter per jaar. De zeespiegel stijgt. Toen ik op lagere school zat leerden we 20 centimeter per eeuw. We zitten nu op 35 centimeter. Dus die zee, wereldwijd gemiddeld, voelt dat al aankomen. Op de Noordzee zien we het nog niet zo hard. Maar dat kan niet anders dan dat dat zich over de hele aardbol verspreidt. En waarom? Deze deken wordt wat dikker. Het is net als u in bed ligt en iemand legt een extra deken op u. Dan wordt u warmer. Want u kunt uw warmte minder kwijtraken. Zo is het ook met die CO2 en methaangassen rond de aarde. Het zonlicht gaat er vlot doorheen. Die aarde krijgt een zekere temperatuur. Die moet zijn warmte weer kwijt. En dat kwijtraken gaat nou net moeilijker als die deken wat dikker is. En daarom moet die aarde opwarmen. Totdat die genoeg warmte is om weer net zoveel kwijt te raken als die binnenkomt. En met de dikte van nu betekent dat die aarde nog orde 1 à 2 graden in temperatuur moet stijgen om weer een nieuw evenwicht te hebben. Wat betekent eigenlijk Parijs? Nou, als we niks doen, gaat het in onze regio zo'n graad of 4, 5, 6 stijgen. In Frankrijk zelfs nog meer. Als we die Parijse doelen halen, blijft het beperkt tot een graad of 3. Parijs. Na 30 jaar geharrewar, toch eindelijk overeenstemming. En waarom nou? Hè? Is dat nou
omdat ook die Amerikanen erachter komen dat je moreel toch wel verantwoordelijk bent voor die aarde. Nou, dat zou je mogen denken, maar er was wat anders aan de hand. China, door die luchtverontreiniging, was fors aan het investeren in vernieuwbare energie. Dat zagen ook de grote bedrijven in Amerika, Apple en Google, die gingen dat ook doen. En die zeiden uiteindelijk tegen Obama, wij moeten hier ook mee aan de gang, anders blijven we economisch achter. Het ziet er naar uit dat zonne-energie en ook windenergie de wereld gaat veroveren en dan kan je er maar beter bij zijn. En natuurlijk is dat broeikaseffect hartstikke belangrijk, maar het is vooral ook door die technologische doorbraak van vernieuwbare energie dat Amerika overstag is gegaan. En we zien nu ook in Nederland dat de politiek ook overstag gaat, omdat ineens blijkt dat wind op zee toch echt behoorlijk aantrekkelijk is. Dus na 30 jaar geharrewar, eindelijk al die landen in Parijs zijn het eens, we gaan het aanpakken. Ze weten wel, de kost gaat voor de baat uit. Je moet eerst investeren voordat je die energie terugkrijgt, voordat je dat klimaat wat in kan dammen. En die, ja, bij voorkeur blijven binnen die 2 graden, dat zal een hele hijs worden. Maar dan nog gaat het klimaat nog behoorlijk veranderen. Dan blijft die zeespiegel vermoedelijk nog wel 1000 jaar doorstijgen. Dus we zijn daarmee nog niet klaar met het verhaal. En zal Parijs gaan werken? Nou, een hoop mensen zijn sceptisch. Maar ik volg ook die energie heel erg op de voet. Ik zal straks wat plaatjes laten zien. Met die fossiele energie gaat dat wel lukken. Omdat het gewoon economisch hartstikke aantrekkelijk is om in die duurzaamheidsslag te maken. Ook voor gezondheid, voor de geopolitiek. Maar die landbouw en voedsel die altijd wat in de schaduw bleven van deze discussie, uit de wind bleven, die krijgen ongetwijfeld meer politieke aandacht. Want die leveren ook broeikasgassen. Ik zal straks laten zien hoeveel. En als het lukt, krijgen we nog steeds met behoorlijke klimaatverandering te maken. Even die zonnerevolutie. Nou ja, u ziet, zal komen. Straks bij Delfzijl, geloof ik, het grootste zonnepanelenpark van Nederland. En ja, dit is een plaatje. Nog geen 10 jaar geleden kostte energie, zeg maar, 200... Een grote energiecentrale, $200 per megawattuur. En inmiddels nog maar 40. Dus in 10 jaar tijd gaat die prijs zo snel naar beneden. En dat gaat nog een tijdje door. U hoeft dit plaatje niet te begrijpen, maar wat ik wil zeggen, zonne-energie wordt heel snel goedkoper. In Saoedi-Arabië is het al goedkoper dan de olie die ze daar ter plaatse uit de grond halen. Maar hoeveel van die zonnepanelen heb je dan nodig? Nou, met de huidige techniek heb je nog 3 provincies nodig. Dus dat is niet zo aantrekkelijk. Als je alles op zonne-energie zou willen doen in Nederland. Als je nog een paar jaar verder ontwikkelt, heb je aan Limburg genoeg. Nou, dat klinkt al een stuk aantrekkelijker. Ja? Ja. Maar gelukkig is er ook wind. En wind maakt precies zo'n ontwikkeling door als zon. 20 jaar geleden of 30 jaar geleden had je die kleine windmolentjes en we hebben er hier nog wel een paar. Nu bouwen ze die meer dan 20 keer zo groot zijn op de Noordzee. Dus het is wel leuk nog die discussie over wind op land. En politiek moeten we die nog steeds voeren. Maar wind op zee is zoveel aantrekkelijker. Je vaart er met een bootje neer, je zet dat ding neer en je hoeft dit land eromheen niet uit te kopen. Je hoeft geen schade te betalen. Dus die wind op zee. Ik verwacht dat we hebben nu een stuk of 4, 5. Dat we 50 windparken op zee krijgen. Die ook nog eens kostendekkend die windenergie produceren. En waarom? Nou ja, China investeert op het ogenblik meer in duurzame energie dan Europa en ook dan Amerika. In China hebben ze het licht gezien. Al die kolen geeft zoveel viezigheid. En ze hebben daar een wat meer top-down regering. Die besluit gewoon, jongens, we gaan het anders doen. En dat gaat razend hard daar. We zien ook dat het vervoer, hè, dit zijn de Tesla's. Maar ook in de derde wereld, elektrische scootertjes. Protestbewegingen die al voor gezorgd hebben dat 2,6 triljoen euro teruggetrokken wordt uit fossiele energie. Grote kolenbedrijven hebben 80% van hun beurswaarde verloren. Dat gaat heel hard. En ze zeggen, ja, we hadden het niet zien aankomen. Nou ja, dat kan natuurlijk als je je kop in het zand steekt. Geldt straks ook voor de landbouwtransitie, hè?
Nou, dit is op dezelfde schaal de investeringen in elektriciteit met kolen en gas van Bloomberg. Verwacht, dit is wat er gaat gebeuren met vernieuwbare bronnen. Fossiele energie, zeg ik, dat is een gelopen race. Het wordt duurzaam en het wordt vermoedelijk voornamelijk elektrisch. Niet zoveel biomassa, dat blijft eigenlijk te duur vergeleken met zon en wind. Er zal wat zijn, maar dat wordt geen heel groot ding. En als de wind niet waait, dan heb je waterstof wat je maakt als het heel hard waait. En dat kun je gebruiken om de winter te overbruggen. Dat plaatje is hard. We zullen in Nederland zien forse investeringen in wind op zee, zonnedaken en wat power to gas, dus waterstof. Forse investeringen in gebouwen, wat warmte voor de industrie. Energie is helder. Maar hoe zit het met voedsel? Want ik moet een beetje opschieten, hè, de hele agenda door. Eerst nog even, hoe passen we ons aan die klimaatverandering? Nou, we kunnen ons allemaal verhuizen, hè, voor die zeespiegel. Dat lijkt makkelijker dan het is. Ik denk dat we dat ook niet doen. Het is gewoon goedkoper om in ons laaggelegen deel te blijven en flinke waterschapslasten te betalen. Dan kunnen we het nog wel een paar honderd jaar volhouden, ook als die zeespiegel stijgt. En dan heb je allerlei plannen om dat te doen. Maar je ziet hier al bij de Pettumer zeewering gewoon een flink stuk zand ervoor en je kan er weer 50 jaar tegen. Je ziet ook in Rotterdam de dijken verhogen, integreren met de bebouwing. Je ziet in een polder langs de Maas dat ze de boeren op terpen hebben gezet daar weer. Niks nieuws onder de zon. In Delfzijl zijn ze bezig met dubbele dijken. Daartussen zelfs silte landbouw. Dus ook dat aanpassen aan klimaatverandering wordt in Nederland heel hard aangewerkt. Maar ook voor de boeren is er nog wel wat. Ja, de temperatuur blijft nog wel met 2 graden stijgen gemiddeld in Nederland. Het was zo'n beetje 9,8. We gaan naar 12, 13 graden gemiddeld over het jaar heen. Dus mocht je nog een huisje hebben in Frankrijk, zou zeggen verkoop het maar en koop wat leuks op Ameland of Terschelling, want dat gaat het worden. Ja, vooruitzien. Ja, daar in het zuiden van Europa wordt echt veel te heet hoor. Dat, ondanks die 2 graden wordt het daar minder prettig. En bij ons wordt het prettiger. En ook voor de boeren wordt het niet slecht. Alleen je moet wel een goede regen- en hagelverzekering hebben. Goed, meer tropische dagen. Wat minder ijsdagen, dat is toch wel verrekte jammer. Hè? Die 11-stedentocht, ja, dat misschien nog 1 keer, maar dan heb je het echt gehad. Ja, dus bereid je er maar op voor. 1 keer zit er nog in. Zeker. En misschien wel 2. Maar goed. Even kijken. Ja, de neerslag. Nou, daar hebben we het over gehad. Hè. Dat gaat toch vrij fors. Dit is alleen de winter. Vooral in de winter krijg je meer neerslag. Het was in de winter die 160 mm. En dat blijft nog doorgaan tot 240 mm. Dit soort beelden, die zijn van vorige zomer. Vooral daar in de Alblasserwaard en die omgeving. De aardappelboeren waren daar niet zo blij mee. Maar dit zullen we ook veel zaker zien. Door die opwarming van de aarde krijg je een beetje een Frans klimaat. Dus heftige regenval, maar ook zwaardere droogtes. En ja, dit kan ik niet allemaal vertellen. Maar waar het op neerkomt, is ook onze waterschappen die rekenen vaak met de 1 op 100 jaar neerslag. Hè, dus de bui die eens in de 100 jaar valt. Maar dat is achterhaald. Die valt nu eens in de 20 jaar. En je kan erop wachten de komende 10 jaar dat je toch wel weer eens wat problemen krijgt. Zoals in Kokangen een paar jaar geleden. Of in Rotterdam. Dat toch ineens een wijk of een polder het even niet weg kan krijgen. Droogtes in het voorjaar, u ook bekend, die zijn wat persistenter. Degene die 76 nog kent, nou, we hadden dat in 2011 ook zo'n heel droog voorjaar. In 2015 ook weer. We zullen eens kijken wat het dit jaar oplevert. Ja, we krijgen een beetje Frans klimaat met toenemende kans op misoogsten als je daar niet op voorbereid bent. En je kan gewoon concluderen dat traditionele waterbeheer is ook voor de boeren niet meer afdoende. Je moet meer bufferen in de bodem, in de slootjes, zodat je ook kan irrigeren. En je moet het ook sneller af kunnen voeren. Dus daar ligt een taak voor agrariërs, maar vooral ook voor de verzekeraars. Op zich is die aanpassing aan klimaatverandering, denk ik voor ons boeren, niet het grootste probleem. Als je maar
inderdaad, kijk, heb ik mijn zaakjes goed verzekerd? Want je kan je aanpassen. Het groeiseizoen wordt langer. Het gras groeit harder. Dat is ook bewezen door die meer CO2 in de lucht. En Zuid-Europa en elders in de wereld krijgen meer problemen met klimaatverandering dan wij. Dus als er al schaarste staat ontstaan, dan kunnen wij beter en langer doorboeren dan elders in de wereld. Dus dat is niet meteen het slechte nieuws. Je moet er wel op voorbereid zijn. Dus dat klimaat wordt eigenlijk gunstiger. Kijk, klimaatverandering voor de wereld als geheel is een ramp met die blijvende zeespiegelstijging, verandering van koralen en verlies van soorten, oprukken van woestijnen. Maar voor Nederland is het de komende 50 jaar nog niet eens zo beroerd. Als je er maar op voorbereid bent. Als je de dijken maar op orde hebt, het water op orde. Maar hoe zit het met klimaatneutraal voedsel produceren? Nou, dit is zo'n beetje het aandeel van de fossiele brandstoffen in die opwarming van de aarde. Dit is zo'n beetje landgebruik. Daar zit ontbossing, die is wereldwijd. En veeteelt en akkerbouw zit daarin. Ik kan dat nog wat beter duiden. Dit is voor Nederland. In Nederland heeft de landbouwsector puur ongeveer 15% van alle emissies neemt hij voor zijn rekening. Als je alles erbij optelt van voedselprocessing en transport kom je hoger uit. Maar als je puur kijkt naar de landbouw, dan heb je daar wat energie gerelateerd op de landbouwbedrijven. En dan heb je N2O, dat heeft te maken met kunstmest. En dat zakt al een beetje. Maar je hebt ook vooral te maken met methaangas. Dit is dat stukje methaangas. En dat is niet onaanzienlijk. Dat is op het ogenblik zo'n beetje 5-6% van de hele Nederlandse broeikasgassen. Maar als iedereen op duurzame energie zit, is het ineens 12-20%. Ja, en dan krijg je die politieke druk ook over je heen. Dat je daar wat aan moet doen. Waar komt die methaan vandaan? Nou, vooral van het herkauwen. Dat is het grootste deel. En een deel van de mest. Dit kun je ook vinden in de Wageningen publicaties. En dit is ook niet omstreden. En natuurlijk kunnen die getallen, moet je nooit precies geloven. Dat hangt ook altijd een beetje aan van definities. Maar dit is wel het grote plaatje. Maar daarbij komt nog ook de veengronden. En vooral hier natuurlijk in het lege midden van Friesland hebben we daarmee te maken. Ook in Noord-Holland en Utrecht en Zuid-Holland. Maar alleen al hier, uit die veengronden, komt ook 4,2 miljoen ton CO2 vrij. En dat is ook nogal wat. Dat is 2-3% van het hele Nederlandse gebeuren. 2-3%. Dat lijkt niet zoveel, maar ja, het komt wel ieder jaar terug. En het wordt, als die fabrieken minder CO2 produceren, wordt dit een groter probleem voor Nederland om ook aan zijn internationale verplichtingen te voldoen. En alles wat uit die veenweidegebieden komt, is ongeveer net zoveel als 2 miljoen auto's. Terwijl iedereen dan zuinig in zijn auto aan het rijden is. Maar het weiland naast hem, dat zakt met een centimeter per jaar. Ja, dat produceert dan meer dan een hele vloot auto's. Dat is nogal wat. En u zult ook merken dat die druk ook vanuit de provincie natuurlijk al toeneemt over dat veenweidegebied en de waterschappen. Dit zijn de veenweidegebieden. En die zijn natuurlijk sowieso kwetsbaar. Omdat er toch altijd nog een redelijke subsidie vanuit productiesubsidie was. Maar de bemalingskosten nemen toe door het dalen. Niet zozeer die kosten van de stroom van het gemaal. Maar als het zakt, moet je ook zo nu en dan die drempel van het gemaal weer aanpassen. En de bruggetjes aanpassen. En dat begint wel in de kosten te lopen. Die CO2-emissie die uit die bodem komt, daar hoef je nu niet voor te betalen. Maar er kan een moment komen dat je daar wel voor moet betalen. Als je dat allemaal optelt, en dat heeft het Planbureau van Nederland gedaan, die kwamen op een socialisering, dus eigenlijk een soort subsidie voor het gebruik van het veenweidegebied, zoals we dat doen met z'n allen, van 1200 euro per hectare per jaar. Moet er linksom of rechtsom bij. Nou, dat klinkt natuurlijk niet leuk als je daar elke dag ploetert
en dat ook nog voor je kiezen krijgt. Dan draai je het niet meer rond. Dan kun je zeggen, ja, we beheren het landschap, maar je moet ook kijken, hoe moet dat nou op den duur? Maar u kent die discussie vermoedelijk wel, ook van uit de provincie en de waterschappen. Maar diezelfde bodem heeft ook een capaciteit om koolstof te bufferen. En nu zie je dat we door het zeer intensief gebruik van die bodem, het veel ploegen, scheuren, verliezen we koolstof naar de atmosfeer en het onderbemalen. En wereldwijd gemiddeld is zo'n beetje 50% van al die koolstof die in die bovenste laag zat, die is ook de lucht ingegaan. Toch zit er in die bovenste meter nog steeds 2 keer zoveel CO2 of koolstof dan daarboven in de atmosfeer. En er kan nog meer bij. Door een andere bodembewerking kan je zelfs 20-30% van al die emissies wereldwijd weer terugkrijgen in de bodem. Dus je organische stofgehalte van de bodem verhogen. Nou is voor weilanden is dat op zich redelijk groot. Maar als je het een paar keer scheurt en flink heel zwaar bemest, dan gaat het toch achteruit. En de akkerbouwers weten daar denk ik nog veel meer van. Maar door andere bodembewerking kan je dus ook koolstof extra opnemen. Jammer genoeg krijg je daar ook nog geen geld voor. Ik zat zo net over die veenweidegebieden die CO2 vrijlaten, die daar niet voor hoeven te betalen. Maar de boeren die op een of andere manier erin slagen om het koolstofgehalte te verhogen, krijgen daar ook nog geen geld voor. Klimaatneutrale landbouw en de veeteelt. Nou ja, ik heb het toen ook in wat wijder perspectief geplaatst en dat zie je nu mijn collega's ook doen. Je kan natuurlijk wel puur kijken naar klimaatneutrale landbouw en veeteelt. Hoe doen we dat? Maar er is natuurlijk veel meer aan de hand. We hebben te maken in Nederland met een afnemende bodemvruchtbaarheid. Je moet steeds meer meststoffen toevoegen om dezelfde productie te houden. We hebben te maken met een afnemende waterbuffercapaciteit. Een deel van die overstromingen komt ook omdat de bodem minder water opneemt. Door het aanstampen, maar ook door het verminderen van het organisch stofgehalte. We hebben natuurlijk ook kering van de graide, dat kennen jullie wel. Die jongens die zich heel sterk maken en terecht over de biodiversiteit van het weiland. Het dierenwelzijn heb ik het dan nog maar niet even over. En dat is natuurlijk in de veehouderij misschien minder actueel dan in de kippen- en varkenshouderij. Maar het gaat die kant ook op als we niet uitkijken. En uiteindelijk, en dat is het meest trieste, we hebben zulke lange ketens dat de boer niks overhoudt. En dat is natuurlijk toch hartstikke onterecht. En het is heel leuk om te zien dat ook zo'n club als Milieudefensie zich nu druk maakt om het inkomen van de boer. Die zegt, jongens, dat wordt verkeerd verdeeld. Dus er zijn gelukkig nu ook dat de milieugroepen inzien dat je niet de boer moet bashen, zoals dat dan heet in het Engels, maar degene die er veel aan overhouden, die de rest van het geld pakken. En dat we zonder welvarende boeren ook geen goed landschap hebben. Wat moet je dan doen? Nou ja, ik denk dat ook, er was een vraag, ja, hoe heet de man? Klaas Wiebe Flapper. Die zei, maar is er dan geen voedseltekort in de wereld en moeten we niet nog veel meer voedsel maken? Nou ja, dat hebben de Chinezen ook gezien. Dat als iedereen vlees gaat eten, dan gaat het niet lukken. In China hebben ze al in het 5-jarenplan staan dat het vleesrantsoen naar beneden gaat. De Chinezen eten nu gemiddeld 75 gram vlees per persoon per dag. Wij zitten daar nog wat boven. Maar van regeringswegen wordt dat nu teruggebracht in 5 jaar naar 60 gram per persoon per dag. We kunnen niet allemaal vlees eten, dat gaat niet goed. En plantaardig eiwit is veel efficiënter als je kijkt naar het gebruik van de aarde. En als we minder vlees zouden eten, is er ook meer dan genoeg voedsel voor iedereen op aarde. Natuurinclusieve landbouw wordt de norm, dat kan ik u ongeveer voorspellen. Ook met een nieuwe toekomst voor die veenweidegebieden. Met minder bodemdaling, minder veenoxidatie. Maar hoe ga je dat doen? Ik weet dat ook nog niet. Hoe krijg je dat financieel rond? Gemengd bedrijf is natuurlijk een optie. Er zijn allerlei pionierboeren die daarmee aan de gang zijn. Die biobased economy. Hè, dat we geen plastics meer gebruiken, maar plantaardige plastics.
Dat we ook weer kijken naar versilte gronden. Wat kunnen we daarmee? Kortere voedselketens, veel meer een regionale voedselvoorziening. Maar vooral ook gezonde voeding. Mensen geven elk jaar meer uit voor voeding. Vroeger zagen ze dat een beetje gescheiden. Je gaat naar de sportschool, daar betaal je dik voor. En je voedsel weer zo goedkoop mogelijk. Mensen krijgen door dat die twee dingen, gezondheid en voedsel, hangt samen. U weet denk ook, hè, de schappen, zeker in het westen van het land, van biologische producten, die vliegen weg. Albert Heijn breidt zijn biologische assortiment steeds sneller uit en steeds verder uit. En die winkels die veel biologische pakketten hebben, zoals Plus en Albert Heijn, doen het relatief beter, die groeien in omzet. Dus ik denk dat daar ook toekomst is voor een betere kwaliteit producten. Ja, vooral ook vanwege die gezondheid. En die hele transitie, kijk, er is nog iets aan de hand. Wij in mijn vak praten wel een beetje over de oude economie. En dan moet je denken aan Shell, Hoogovens, het oude AXO, het oude DSM en de nieuwe economie, die veel meer op duurzaamheid is gericht. Dat zijn vaak wel de ICT-bedrijven, de dienstensector. Maar die oude economie stoot heel veel arbeidskrachten uit. Geldt in wezen ook voor de landbouw, de richting die gaat. En is daardoor dus ook politiek minder interessant. Terwijl die nieuwe economie, die creëert weer nieuwe werkgelegenheid. En dat zie je ook op voedselgebied. Er zijn allerlei mensen die zich daarop storten met kortere ketens. En dat groeit. Dit is een statistiekje van de Europese Unie. Die ook laat zien dat alles wat gaat voor duurzaamheid heeft grotere omzetgroei en grotere marges dan alles wat traditioneel vasthoudt aan de oude paradigma's. Die transitie is gaande en dat gaat om duurzame energie, maar ook toenemende aandacht voor de persoonlijke gezondheid en ICT als aanjager van nieuwe businessmodellen. Voedselvoorziening staat volgens mij aan de vooravond van ook een hele sterke verandering in visie. Ik heb, toen ik in Wageningen kwam, was toch echt ook Aal Dijkhuizen zei, jongens, we gaan steeds efficiënter om met die landbouw. Meer koeien per hectare, meer kippen per vierkante meter. Dan houden we ook meer ruimte over voor natuur. En de hele natuurbeweging is daarin meegegaan. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, want dan kregen zij ook meer hectares. En nu komen we tot de conclusie, tenminste ik wel, en u misschien ook, dat is helemaal niet zo verstandig. Waarom niet natuur inclusieve landbouw, maar ook landbouw inclusieve natuur? Waarom ook niet bijvoorbeeld weer op de kwelders wat stoeien met zilte teelt? Nou, ik zal u voorspellen, het komt eraan. Ik bedoel, we hebben geprobeerd die twee dingen te scheiden. En als je dat doorgaat, dan krijg je steeds een volledige industrialisatie van de voedselproductie. En het ziet er naar uit dat mensen dat eigenlijk niet willen. En waarschijnlijk toch wel geld voor over hebben voor iets duurder en beter voedsel. Nog even dit plaatje, ik zal er maar even voor gaan staan, is veel te ingewikkeld. Maar waar het op neerkomt is dat voeding die gezond is voor de planeet, is ook gezond voor de mens. Voeding die heel belastend is voor de planeet, is, als je daar te veel van eet, ook niet goed voor de mens. En dan zien we, dit is van de voedseljongens in Den Haag, het voedingscentrum, die zegt dat we op het ogenblik eigenlijk te veel dierlijk eiwit gebruiken, te veel vlees, te veel kaas en melk, moet ik eerlijk ook zeggen. Dat is niet gezond voor ons, als je te veel eet. En iets minder zou beter zijn voor de planeet. En wat moet je dan eten? Meer groenten. Meer, nou ja, u kent het wel, noten, et cetera. Ik ga er niet op detail op in. De grote vraag is, gaan we door met alles efficiënter doen? Meer per vierkante meter, meer tonnen per hectare? Of gaan we naar wat minder en kwalitatief hoger, maar ook een betere prijs? Tot slot, nog even laten zien, hè. Dit is natuurlijk een wetenschappelijk verhaal met een beetje persoonlijke inkleuring van mij. U moet ook niet alles geloven wat ik zeg. Nee, net als Klaas Wiebe Flapper, die ging het ook opzoeken. Die zei, Pier, hij stuurde me een e-mail, hoe zit het nou met die methaan? Als koeien dat gras niet opeten, dan verrot het en dan komt er ook methaangas bij vrij. Dus maakt het nou uit of dat via de maag gaat of via dat gras?
Nou, ik heb me daar opnieuw weer even in verdiept. Als koeien het niet vreten, even heel kort door de bocht gezet, dan valt het om. En dan wordt het uiteindelijk turf. Dan gaat het niet allemaal de lucht in. En een paar koeien kan natuurlijk best. Vroeger hadden we ook bizons op heel veel plekken. Maar nu hebben we zo ontzettend veel koeien. En zeker op de Nederlandse manier stoppen we daar zoveel extra voer in. Dat die methaan die er nu vrijkomt, is toch echt wel veel meer dan puur vanuit een natuurlijke situatie. Dus daar moeten we wat aan doen. Klaas Wiebe had ook de vraag, hoe zit het met het wereldvoedselvraagstuk? U heeft collega's die alsmaar zeggen dat er een voedseltekort is. Nou, ik zal u zeggen, die collega's hebben gewoon ongelijk. Er is voedsel genoeg, maar we gaan er niet handig mee om. We verdelen het niet altijd goed. Maar het is nu zo dat we als Nederland gigantisch veel exporteren naar Afrika en India. Waardoor we de kleine boertjes daar eruit drukken en hun grond verwaarlozen. Dus er is in wezen voedsel genoeg op de wereld. Hier wou ik het nu even belaten. Bedankt, Pier. Ik denk dat het best wel een interessant verhaal is. En dat het waarschijnlijk ook wel nog de nodige stof voor discussie zou kunnen oproepen. Ik wou eigenlijk nu op dit moment... Ja? Oké. Nou, hier wordt even gezegd van dat we zometeen straks wel doorgaan, omdat de koffiekannen nog blijkbaar onderweg zijn. Dus dan gaan we zometeen wel door. Ik wil nu wel even nog de ruimte geven voor inhoudelijke vragen als iets niet duidelijk is. Was dit hele verhaal duidelijk? Ja, hier vooraan, uw naam even. Jan Vormsma. En ik heb aan de heer Vellinga een vraag. Het is 2 jaar geleden dat wij in Zuid-Dakota waren met onze veeteeltstudieclub. En tot mijn verbazing hoorde ik daar van iemand die erg geïnteresseerd was in geschiedenis over de aantallen bisons die daar hadden gelopen. Dat bedroeg in de Verenigde Staten iets van 70 miljoen. En van de week las ik ergens dat er ook in Canada een 30-tal miljoen zouden hebben gelopen. Die zijn allemaal afgeschoten. En dat is nog niet eens zo heel erg lang geleden. En als het dan dat soort aantallen gaat, of het nou 100 miljoen zijn of 50 miljoen, dat maakt ons misschien op dit moment niet uit. Maar het ligt wel in vergelijkbare aantallen met de herkauwers die er heden te dagen rondlopen. En die zijn misschien wel iets meer aan het uitscheiden, omdat ze wat intensiever gevoerd worden. Maar hoe ligt dat, historisch gezien, die uitscheiding? Hoeveel meer is dat, omdat dat zo'n sterk gas is? Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Ik denk ook dat we nu natuurlijk, mede door die fossiele brandstoffen, heel erg het mes op de keel gezet worden, ook rond de methaan van koeien. En dus dat ik daarom ook nogal scherp neerzet, 6%. En dan van die, dat is best veel. En dan via die magen zit je op ongeveer 3%, de helft daarvan. Die bisons, daar heb ik me toch wat in verdiept, want ik heb die vraag ook eerder gehad. Er waren gigantisch veel. En misschien ook wel een beetje veel. Want die kregen de ruimte omdat de Indianen daar die steppes platbrandden. Daardoor konden er nog meer bisons komen en hadden ze nog mooiere jachtvelden. En het was niet op alle continenten het geval. En je praat inderdaad dan over 50 tot 100 miljoen in dat hele Noord-Amerika. Ik praat nu natuurlijk toch over 1,7 miljard herkauwers wereldwijd. Ik heb niet de bisons geteld in China en in Siberië. Dus ik denk dat dit antwoord nog altijd een beter antwoord vraagt. Maar dit is ook een deel van het verhaal. En ja, nu meten we. En die methaan, ja, die blijft minder lang. CO2 blijft gemiddeld 100 jaar in de lucht. En methaan, hè, dat is CH4, dat gaat de lucht in. En na 15 à 20 jaar is de helft daarvan ook weer uiteengevallen in CO2. En dan is het dus ook minder krachtig per seetje. Maar omdat we nu zo graag, zo snel dat klimaat onder controle willen houden, komt er ook nadruk op dat hele herkauwen. Er zijn ook gigantische onderzoekprogramma's gaande in Nieuw-Zeeland, rond schapen, op Wageningen ook. Hoe krijgen we dat in de klauw? En ook die jongens hebben natuurlijk wel nagedacht, moet ik nou wel of niet? Nou ja, ik denk dat we niet aan ontkomen op een of andere manier om, of minder koeien. Ik weet, in Wageningen is onderzoek gaande naar voer. Met voer kun je nogal wat beïnvloeden. Misschien was dat voer van die bisons toch wat prettiger dan wat wij ze voeren.
voor de methaan. Met genetische selectie kun je ook, scheelt ook al gauw 10%. En met een bolus in de maag kun je ook nog wat bereiken. Dus er wordt wel wat aan gedaan. Maar ik denk dat we ook rekening mee moeten houden dat we nu misschien te veel koeien hebben. Ja, hier ook nog vooraan. Melius Kramer. Rudy Rabbingen, een collega van u, die heeft ooit eens gezegd van het olietijdperk stopt niet omdat de olie op is, maar omdat het efficiënter kan. Die tijd die komt nu dichtbij, hebt u geschetst. De voedselproductie kan volgens mij ook efficiënt als we de koeien in dichte stallen doen met water, met luchtwassers en het voer er energie-neutraal voorbrengen. Dan heb je toch een enorme efficiënte voedselproductie. Wat vindt u daarvan? Ja, ik weet dat dat wel een beetje de dominante gedachte is bij veel collega's in Wageningen. Daar kun je natuurlijk ook heel leuk onderzoek naar doen. Maar je zou ook Rabbingen kunnen parafraseren op zijn energie. Hè? Dat dus die fossiele brandstoffen, daar zijn we niet mee gestopt omdat het op was, maar omdat er wat beters was. Als je nou nadenkt over onze welvaart en je ziet toch ook de zorgen over de industriële dierhouderij, zou het best kunnen zijn dat we straks die kant niet meer op willen, omdat we iets meer geld over hebben voor een goed landschap met redelijk dierenwelzijn, misschien wel loslopende dieren. Dus dat is de vraag en daarmee wou ik ook de vraag beantwoorden. En ik hoop in godsnaam dat wij met z'n allen wat meer geld over hebben voor het voedsel. Ik zie die trend, maar ik zie ook dat natuurlijk Rabbingen met zijn efficiëntieprincipe, en daarom ben ik het ook helemaal niet met hem eens, moet ik u eerlijk zeggen. Dit is exact hetzelfde verhaal wat Shell 30 jaar mij vertelde toen we het hadden over energie. Zei Pier, Jeroen van der Veer, studievriendje in Delft, was baas van Shell. Pier, dit lossen we op, we doen alles efficiënter. Ja, en toch hoor je niet zoveel meer over dat verhaal. Ze zeggen nu, we stoppen ermee. En zo wordt er natuurlijk met meer dingen gestopt. Niet omdat het op is, maar omdat we met z'n allen liever iets anders doen. En je ziet dat biologische boeren die daar wat op ingespeeld hebben, het nu iets beter gaat dan die het niet gedaan hebben. We zitten nu al heel snel richting de discussie. Ik wil, als ik goed begrepen heb, staan er achterin. Komen nu dus straks zo meteen de koffiekannen en de theekannen worden uitgedeeld. Wat mij betreft deelt u die nu maar uit. Dan kan ik even puur inhoudelijk, want ik snap de verleiding om de discussie in te gaan. Het gaat meer om, hebt u iets niet goed begrepen? Volgens mij hebben ze dan toch wel redelijk nog goed begrepen. Dan kunnen we de discussie straks nog wel even aan het eind voeren.